In deze aflevering van de Kanonreeks gaat het over de Geuze. Een scheldnaam die tot eretitel werd. Ik heb een afspraak met Hans Matthijssen, directeur van de Stadsbibliotheek en bestuurslid van de stichting Geuzeverzet 1940-1945 in het historisch informatiepunt hier binnen de Stadsbibliotheek. Hans, kun je ons iets vertellen over het ontstaan van de naam De Geuze? Daar gaan we terug naar 1566. Een tijd waarin de spanningen oplopen tussen de Spaanse overheersers van wat later Nederland zou zijn en de Nederlandse edelen. Zij willen meer vrijheden hebben. En zij gaan op een bepaald moment naar Brussel toe, naar Margaretha van Parma, de landvoogdes van Spanje, om een smeekschrift aan te bieden. Letterlijk om te smeken voor meer vrijheden. En Margaretha had er absoluut geen zin in. En ze zei in het Frans, ce ne sont que des gueux. Het zijn slechts bedelaars. Met andere woorden, ik ga die mensen niet ontvangen. Dat hoorden die edelen, die zijn weggegaan. En des gueux, de bedelaars, is vernederlands tot geuze. Hoe wordt nou die scheldnaam, want dat was het in eerste instantie, hoe wordt dat nou tot een eretitel? Dat wordt tot een eretitel omdat, kijk, als je van adel bent en je wordt afgeschilderd als bedelaar, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, je kunt afdruipen en zeggen, ja, het is wel heel triest dat wij tot die diepte zijn gezakt. Maar je kunt ook zeggen, oké, dan gaan wij die vuist maken. Dan zijn wij die geuzen, dan zijn wij die bedelaars. En dan zullen wij als geuzen proberen tegen de Spanjaarden te gaan vechten. En op dat moment is de geuze een heldentitel. 400 jaar later, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, komt die naam De Geuze weer naar boven. Dat woord geuze had gewoon weer kunnen verdwijnen in de Nederlandse taal. Dat is dus niet gebeurd. Het heeft zich echt gesetteld in de Nederlandse taal als een term. En daar hebben dan die mensen van het eerste uur in mei 1940 aan gedacht. De strijd van Nederland tegen de overheerser Spanje. Zij waren toen de geuze tegen de vijand. Wij zijn ook de geuze tegen die vijand. En daarom nemen wij die eretitel over van de edelen van de Hollanders uit de 17e eeuw. En vooral het geuzenmonument is een heel bekend beeld wat Vlaardingers hebben. En ik denk dat het heel verstandig is dat we daar gewoon direct eens even heen lopen om daar verder te praten over het geuzenverzet in de Tweede Wereldoorlog. Na bijna 400 jaar komt de naam Geuze weer tevoorschijn. En we zitten dan aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Zelfs op de eerste dag van de Tweede Wereldoorlog, 10 mei 1940. Een paar mensen van Vlaardinga, dat is een wandelvereniging in Vlaardingen. Arie Kop, Bernard IJzerdraad, maar nog vele anderen. Die zijn, vooral Bernard, vanaf het allereerste moment woedend op de inval. En produceren al binnen een paar dagen een geuzenbericht. Waarin dus een vlammend protest tegen de aantasting van de integriteit van Nederland wordt uiteengezet. Ze hebben absoluut niet door wat voor gevolg dat zou kunnen hebben. Want ja, de Duitsers zijn nauwelijks het land in en men weet niet wat voor gevolgen het kan hebben als je je tegen de bezetter wendt. Maar goed, ze zijn aan de gang gegaan en ze hebben meerdere geuzenberichten verstuurd en riepen steeds naar anderen. Doe je ook mee met de geuzen? Kom je ook erbij? Ben je ook zo? Tot zoveel mensen ervan wisten, ja, dat je eigenlijk kon verwachten dat het op een gegeven moment verkeerd ging. En het is verkeerd gegaan. Want in het najaar van 1940 werd inderdaad door loslippigheid van een van de geuzen werden de Duitsers erop attent gemaakt dat er een club was die draden doorknipte, die vluchtschriftjes verspreidde, die tekeningen maakte van luchtafweergeschutten. Allemaal heel onschuldig, maar schuldig genoeg voor de Duitsers om een voorbeeld te laten zien aan de Nederlandse bevolking dat dat niet kon. Dus in november is de eerste hoeveelheid geuzen opgepakt. En
En dan maak ik even een sprongetje. In februari 1941 is er een showproces geweest in Den Haag. Tegen Geuze, maar ook tegen mensen die actief waren geweest in de februaristaking in Amsterdam in 1941. En dat heeft geresulteerd in het drama van 13 maart 1941, toen op de Waalsdorpenvlakte 15 Geuzen en 3 mensen van die februaristaking geëxecuteerd zijn. En 15 plus 3, dat zijn de 18 doden. En die kennen we. Door de 18 doden, het gedicht van Jan Kampert. En door de 18 vlakken die we hier zien op de markt in Vlaardingen. Door deze verzetsgroep als eerste en de verzetsgroepen die daarna kwamen bereikt? Nou, zij hebben natuurlijk een voorbeeld gesteld. En zij hebben ook laten zien dat je met kleine dingen lastig kan zijn voor de bezetter. Aan de andere kant hebben zij door het feit hoe het is afgelopen ook latere verzetsgroepen alerter gemaakt op de manier waarop je verzet pleegt en de manier waarop je voorzichtig moet zijn. En ik denk dat die voorbeeldfunctie heel belangrijk is geweest voor het verdere verzet in de Tweede Wereldoorlog. Dat is denk ik de grote verdienste van de Geuzen. Na de oorlog komt er een herbegrafenis. De Geuzen zijn begraven ergens op de Waalsdorpenvlakte. Men wist gelukkig waar. Weer na mei 1945 zijn ze opgegraven. En conform de wens van de families zijn er 6 hier in Vlaardingen op Emaus begraven. En 9 zijn verspreid over het land. Onder andere op de begraafplaats in Loenen. Hebben hun laatste echte rustplaats gevonden. Dus dat betekent dat op Emaus, daar heb je het Geuzenmonument, de Geuzengraven. Daar heb je de 15 stenen van de 15 Geuzen die omgekomen zijn. De 6 liggen er echt en 9 dus verspreid. Waarom en wanneer is het Geuzenmonument ontstaan? Na de oorlog heeft het heel lang geduurd voordat wij de oorlog hadden verwerkt. Maar een jaar of 20, 25 na het einde van de oorlog hebben de oud-geuzen die het overleefd hadden, met name Bill Minko, het initiatief genomen om mede oud-geuzen bij elkaar te brengen en te kijken hoe de gedachten, de idealen van de geuzen van toen konden worden bestendigd. Er moet een plek komen waar je het geuzenverzet tegenkomt. En wij staan nu op die plek. En we moeten proberen om jaarlijks mensen, instellingen te eren die voor democratie zijn, die tegen onderdrukking zijn, voor mensenrechten. Mensen die zich inzetten voor vrijheden. En dat Geuzenmonument, dat is het eerste waar hij een stichting voor heeft opgericht. En wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het beeld en de symboliek die hier op de markt in Vlaardingen te zien is. Ja, en de kunstenaar, dat is een Vlaardinger, Leen Droppert. En de symboliek die je hier ziet is, zijn ogen zien niet. Zijn mond is gesnoerd, hij heeft geen mond ook. En er zijn 3 vuisten, 3 handen. De bovenste is, ik hou het geweld tegen. De middelste is, ik zal ze wat aandoen. Ik zal strijden. En de onderste is, ik bescherm mezelf. En je kunt zien dat de voeten heel groot zijn. Dat betekent, hij loopt ook. De voeten zijn heel groot van, ik zal mij door niemand laten tegenhouden. Nou, en dan zien we hiervoor 2 afgehakte benen, dat is letterlijk het afgehakte leven van de 15 geuzen die geëxecuteerd zijn. Diezelfde geuzen worden weer gesymboliseerd in 18 vlakken en die lopen naar het stadhuis. Want onder het stadhuis in die tijd waren de cellen.
En daar zijn ze opgepakt en daar hebben ze hun eerste nacht detentie afgewacht voordat ze naar Den Haag werden afgevoerd, naar het Oranje Hotel. Nou, en hier heb je in een cirkel een tekst die refereert aan het Geuzenverzet in de Tweede Wereldoorlog. Hoe is men tot de instelling van de Geuzenpenning gekomen? En Minko en zijn collega's die vonden dat er een penning moest worden ingesteld die jaarlijks aan instellingen of mensen die de idealen van de Geuzen in hun tijd navolgden zouden kunnen krijgen. Nou, daar heeft hij dus een stichtingsbestuur voor bij elkaar gebracht. En hij is erin geslaagd om in 1987 Amnesty International Nederland de eerste Geuzenpenning te geven. Dat ging nog vrij kleinschalig. Het was nieuw. Maar het was wel een initiatief om het geluid van de Geuzen hoorbaar te laten zijn en hoorbaar te laten dat het hoorbaar bleef. Nou ja, en ik denk dat het toenmalige bestuur, vooral de eerste 5-6 jaar, ongelooflijk goed heeft gewerkt. Ik heb daar veel bewondering voor, want uiteindelijk is die Geuzenpenning uitgegroeid tot een instituut, mag je wel zeggen, waar gerenommeerde personen, maar ook gerenommeerde instellingen wereldwijd geëerd worden voor hun werk. Hoe komt het bestuur jaarlijks aan zijn laureaat? Het bestuur heeft een groslijst van mogelijke kandidaten, jaar na jaar. En we hebben een paar mensen in het bestuur zitten die vooral op het gebied van de mensenrechten heel veel ervaring hebben. Onder andere de ambassadeur mensenrechten bij de VN, professor Theo van Boven. Dat is een beetje het geweten van het bestuur. En die groslijst van kandidaten die komt jaarlijks twee keer in een bestuursvergadering wordt die besproken. En dan komen er op een gegeven moment wat mensen of instellingen bovendrijven. Dan krijgt de uitvoerend secretaris die hier staat de opdracht om onderzoek te doen, veldonderzoek te doen, zeg maar, naar de persoon of de instelling. Vervolgens wordt er een voorlopige keuze gemaakt door het bestuur. Dat gebeurt al anderhalf jaar van tevoren. Want het zijn natuurlijk vaak mensen die enorme agenda's hebben en die je niet een half jaar van tevoren moet roepen van wilt u vanuit Amerika naar Vlaardingen komen, want dat gaat niet werken. En als dan de cv die bij elkaar is gesprokkeld instemming heeft van het bestuur, dan heeft professor van Boven, zeg maar, min of meer de laatste veto, omdat hij gewoon inhoudelijk het meeste weet. En dan wordt er besloten wie de penning krijgt en het moet altijd een unaniem besluit zijn. Er zijn meer dan 10 bestuursleden en als er eentje twijfel heeft, gaat het niet door. En er is nog een andere ongeschreven wet, dat iemand die de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen, nou, die gaan we niet de Geuzenpenning geven, want wie zijn wij dan, zeggen we dan bescheiden. Aan de andere kant, een paar jaar geleden kreeg de oud-president van Finland, Martti Ahtisaari, de Geuzenpenning. En die kreeg 9 maanden daarna de Nobelprijs voor de Vrede. En toen dacht het bestuur, nou, dan hebben we een goede keus gemaakt. Hoe ziet de jaarlijkse plechtigheid op of rond 13 maart precies uit? Die valt eigenlijk in 3 delen uiteen. We beginnen een herdenking bij de Geuzengraven op begraafplaats Emaus. Daar worden kransen gelegd. Daar is een moment van stilte met het fanfarekorps dat elk jaar ons muzikaal begeleidt. Dan is er een stille tocht hier naar de markt. Op de markt is er een plechtigheid die wordt voorbereid door het College Vos. Want leerlingen van het College Vos adopteren elk jaar het monument. Symbolisch door muziek, dans en tekst hebben ze meestal gebaseerd op de laureaat van dat jaar 10 minuten de tijd om zich te laten horen. Nou, daarna is er kranslegging, ook door de laureaat zelf en door verschillende verzetsverenigingen in Nederland. Nou, daarmee is het herdenkingsmoment voor beide momenten. En gaan we eigenlijk naar het feestelijke moment, de grote kerk in, waar dan de Reuzenpenning wordt uitgereikt met ook weer muzikale begeleiding van de fanfare, van mannenkoor, orfuis. En zo hebben we heel duidelijke scheiding gemaakt tussen herdenken en vieren. Want je mag het ook vieren dat er toch ondanks alles democratische waarden hoog staan in het vaandel.
Je noemde net al dat er een school betrokken is bij de viering en bij de herdenking. Daar zit een speciale gedachte achter. Ja, dat is heel uitdrukkelijk de bedoeling van het stichtingsbestuur. Het was ook de bedoeling van Bill Minko en degene die toen aan de basis stonden van de stichting. Wij moeten het vaandel overdragen aan volgende generaties. Nou, hoe doe je dat? Door juist die volgende generaties er elke keer bij te betrekken. Dat betekent bijvoorbeeld dit jaar dat er 6 scholen zijn aangeschreven die leerlingen mogen afvaardigen om de hele dag mee te lopen. Scholen zullen ook kansen leggen op Emmaus. Nou, de Vos, zei ik al, heeft hier op de markt een manifestatie. En die leerlingen worden uitgenodigd om in de kerk erbij te zijn. Worden ook voorbereid in de klasse, dat ze weten wat zijn de geuzen, wat is de penning, maar ook wie is de laureaat en waarom krijgt hij nou de penning dit jaar. Dus die zijn goed voorbereid. Een tweede moment waarop de leerlingen heel dicht meegenomen worden met de laureaat is de ochtend van de uitreiking. Is er hier in het stadhuis een grote bijeenkomst met vaak meer dan 100 leerlingen waar ze kennis kunnen maken met de laureaat, die ze kunnen bevragen, waar ze mee kunnen discussiëren. Nou, en juist dat voorbereiden in de klas betekent, is mijn ervaring, dat er soms hele leuke discussies uit voortkomen. En het is wat als je bij de oud-president van Finland mag zijn, hè, om maar eens iemand te noemen.